Chinese vrouwen en kinderen zijn gedurende de bezetting in het kamp Makassar bij Batavia gevangen gehouden. De toestanden in het kamp waren evenals elders ontzettend slecht. Het voedsel was schaars en het werk zwaar. De bevrijding wordt dan ook in dit kamp met groot enthousiasme begroet. Per auto worden de ex-gevangenen naar de kust gebracht, waar die aan boord gaan door Nederlandse en Engelse schepen die hen naar het vaderland of naar Australië brengen. Aan boord zorgt de bemanning dat vooral de jeugd de nodige afleiding heeft.